Jongens, welkom weer bij een nieuwe Bloomberg video. Ik sta hier bij het mooie Bloompark Sign in Bloomberg. En ik zie dat wij al bezoek hebben van een bij. Is dit de eerste bezoeker, terwijl het park nog niet officieel geopend is voor bezoekers? Maar kijk, we hebben de eerste bezoeker. Ga jij een kaartje betalen of niet? Dan moet je niet hier zijn, hè? Oh, wat ben je aan het doen? Oké, ga jij maar lekker je ding doen. Jongens, wij moeten het over het een en het ander hebben. Namelijk het feit dat Jesse de vorige keer eigenlijk de hele tijd iets tegen mij wou vertellen. Hij vertrouwt Pato nog steeds voor geen meter. Hij heeft het zelfs tegen mij verteld in zijn video dat Pato een wapen heeft en dat Jesse die heeft gevonden in Pato's kamer. En wapen bedoel ik daadwerkelijk een pistool, hè? In Minecraft. Maar ik weet niet of ik dat moet geloven. Ik heb zoiets van, ja, ik heb geen reden om Pato niet te vertrouwen. Ik heb er gewoon geen reden voor. Er is bij mij niks. Kijk wat hij voor mij hier heeft gebouwd. Waarom zou ik hem niet moeten vertrouwen? Wat zou hij nou voor kwaads in zijn hoofd halen? Dus ik denk dat ik maar gewoon het zekere voor het onzekere moet nemen. En misschien even moet gaan rondsnuffelen om te kijken of er inderdaad iets niet helemaal klopt. En nu ik in het park ben, kunnen we het beste in het park even gaan kijken of ik iets... Kijk, hier zie ik een ticket en een barry. Ik zie hier niks geks of zo. Niks dat ik hier een pistool vind of kogels. Hier is een aanbouw. We gaan dadelijk sowieso nog wel even naar zijn huis. Maar ja, want ik snap niet waar Jesse het allemaal vandaan haalt. Ik weet niet of hij het verzint of dat hij het daadwerkelijk meent. Als hij het daadwerkelijk meent en het klopt, dan moet ik dadelijk niet voor een verrassing komen te staan. En hier ook trouwens in die eetkraam. Nee, is vlees. Nee, dit is ook allemaal niks. Ik leg het vlees wel even terug. Ik denk, ik weet het niet, jongens. Volgens mij zit het allemaal gewoon goed. En hier zit ook niks in de kist. We moeten goed opletten eigenlijk voor wapens dus. En misschien moet ik even dus kijken of er dingen in mijn bunker zijn gestolen. Want volgens Jesse zou die ook veel dingen stelen. Weet je wat? Wij gaan eerst even naar mijn eigen huis. Dan gaan we even kijken of er iets uit mijn kisten is gejat. Hoop van niet. Ik mag echt hopen van niet. Ik kan trouwens even checken op de camera's. Of er iemand binnen is. Nee, er is niemand in mijn huis. Er lijkt überhaupt niemand in Bloomberg te zijn. In mijn kelder? Nee, ook niemand. Oké. Er is gelukkig niemand. Dat is al fijn. Eigenlijk ben ik nu, zeg maar, Jesse is politieagent. Ik ben nu even degene die op speurtocht is om te kijken of het allemaal daadwerkelijk wel klopt. Is hier iets gestolen van mij? Nou, op eerste oog mis ik niks. Maar dan moeten we even naar de bunker. Even naar mijn fantastische bunker. En ik weet al eigenlijk niet meer hoe ver ik jullie nu heb geüpdate over de bunker. Want ik heb hier namelijk nu het steen veranderd naar stone bricks. Vond ik mooier dan de normale steen. We hout hier geplaatst. En we hebben er beneden al in ieder geval de pilaren neergezet. Zodat ik heb uitgehakt hoe ik het wil hebben. Maar... Oeh... Mijn laat ik die ook maar gewoon bij me houden. Waarom zou ik die hier in deze kist laten? Echt zo stom eigenlijk. Oké. Het lijkt op dat niks is gestolen. Nee, hier. Ik heb mijn TT. Ik heb mijn gouden appel nog. Alles. Ik heb een buried treasure map. Ik heb nog steeds een buried treasure map. En nog een nieuwe. Met weer echt knijter goede loot. En ik heb nog potion of invisibility als het goed is ergens liggen. Ik weet niet waar, die had Jesse mij gegeven. En laat ik ook maar gewoon even mijn armor aandoen. Want als ik dadelijk weer rare dingen vind of tegenkom, dan wil ik toch wel een beetje voorbereid zijn. Hier is ook niks. Oké, weet je, bij mij is er niks gestolen. Dat heb ik nu gecontroleerd. Niks gestolen. Dus ik vertrouw Pato en Jesse allebei even goed. Dan gaan we eens even naar Jesse's huis toe. Hij is toch niet online, dan kan dat wel eventjes. Eens even kijken. Heeft Jesse überhaupt eigenlijk echt spullen? Ja, hij heeft hier wel spullen, maar dat is allemaal niet... Heeft hij waardevolle spullen? Dat vraag ik me meer af. Heeft Jesse... Oh, hij heeft wel al een politie chestplate. Dat is wel vet. Maar hij heeft helemaal... Nou, hij heeft 6 emeralds. Die zou ik kunnen jatten, maar gaan we niet doen. Trouwens, dat is eigenlijk wel goed. Dat is wel een goeie. Ik ga 6 emeralds van Jesse jatten. En misschien dat hij dan denkt... Oh, dat heeft Pato gedaan. In principe kan ik alles bij Jesse jatten, omdat hij Pato niet vertrouwt. Hij vertrouwt hem niet, mij wel. Heeft hij laatst ook gezegd dat hij mij 100% vertrouwt. Dus eigenlijk kan ik nu, whatever ik wil, jatten bij Jesse. En hij denkt toch dat Pato is. Daar heb ik eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. En dit is een kapotte meubelwinkel. Ik weet niet wat hier de bedoeling van is, waarom dit kapot is. Staat hier iets op of niet? Nee, dit is misschien nog inbouw. Is de boom! Is daar nog iets mee gebeurd?
Is die nog aan het groeien? Nee. Nee. Jullie laten dus allemaal in reactie achter dat Jesse denkt dat ik dit doe. Maar ik doe dit niet. Dat weten jullie. En, maar Jesse doet het ook niet. Dus misschien is dit een nieuwe update van Minecraft of zo? Ik heb geen idee. Jullie weten het. Ik heb het aan jullie gevraagd of jullie het wisten. Maar jullie hadden ook niet helemaal door wat het nou precies was. Dan gaan we eens even naar Pato's huis. Dus even controleren. Heeft hij iets geks in zijn huis? Hij heeft in zijn kist 2 gouden appels. Waarom heb je alleen 2 gouden appels? In deze kist heeft hij niks. En in deze kist heeft hij ook niks. Ik moet al zeggen, Pato die heeft iets geheims. Die heeft iets geheims. Dat wel. Hij vertelt iets wat hij niet... Hij heeft iets wat hij niet vertelt tegen mij. Aangezien jullie kunnen jullie weten... Ik kan het vanaf hier zien. Daar in de verte staat... ik kan het trouwens wel even op de camera laten zien. Kijk. Hier hebben we Bloempark. Alle blokken die hier zijn gebruikt. Best wel wat werk. Like, het klopt dan niet dat je... Oh. Dat je dan helemaal niks hier in je kisten hebt aan materiaal. Ik denk dat hij ergens een geheime basis heeft met... Al zijn waardevolle spullen. Dat kan niet anders. En ik zou niet weten waar dat is. Hier, kijk, hier is een knop. Maar het is niet dat er nu ergens een geheime opening is of zo. Maar ik denk het wel. En misschien gaan we daar stiekem ook nog een keer achter komen. Of als jullie het weten, laat het weten in de reacties. Ik weet het niet. Dan heeft hij natuurlijk ook hier nog boven een plekje. Hier zit ook niks. Hier. Hij heeft niks in zijn eigen huis. Helemaal niks. Dat is echt schijn. En wat is dit? Is dit wat ik denk dat het is? Nee. Oh, nee. Het kan betekenen dat Jesse gelijk heeft. Wat hier ligt kan betekenen dat Jesse gelijk heeft. Ik weet niet of mensen het gelijk doorhebben wat het is. Ik ga heel even spieken of hier nog iets in zit. Nee. Maar, jullie weten toch dat Jesse mij heeft laten zien dat hij een pistool heeft? Nou, bij een pistool, daar horen kogels bij. Dit lijkt mij heel veel op zo'n kogel. Waarom vind ik dit hier? Ik ga het pakken. Kijk, ja, een basic bullet. Oh. Ik heb bewijs. Ik heb daadwerkelijk bewijs... dat dat wel eens van Pato zou kunnen zijn. Het is... Er ligt hier een kogel. Het kan zijn dat hier is geschoten. Dat hier iets is gebeurd waar ik niet vanaf weet. Ik neem hem mee en ik denk wat ik ga doen... Ik ga het naar het politiebureau brengen. En Jesse is op dit moment niet online. Ik ga die kogel naar het politiebureau brengen. En dan ga ik kijken of Jesse er iets mee kan doen. En achter kan halen of die van Pato is. Ik denk dat het wel van Pato is. Want ik vind het in zijn huis. En dan... Oh, nee. Heb ik nou compleet de verkeerde persoon in vertrouwen genomen? Ik bedoel, Pato, die laat ik gewoon alles ook doen, hè. Ik geef hem alle vrijheid die hij heeft. Ondertussen zou die toch niet weer stiekem bezig zijn met een of ander gek plannetje, hè? Oh, ik hoop het zo erg van niet. Want ik vertrouw hem blind. En Jesse is de enige die een beetje erover nadenkt of hij wel daadwerkelijk te vertrouwen is. Oh, nee. Oké, we gaan hier even naar het politiebureau. En dan ga ik, denk ik, dit gewoon in de bewijsdoos leggen van Jesse. Ik weet niet of ik hier eigenlijk wel mag binnenkomen zonder zijn toestemming. Maar laten we het maar gewoon even doen. Volgens mij is dat hierboven ergens van Jesse. Ligt hier niet ergens ook gewoon een outfitje? Dat ik zelf een outfitje aan kan doen? Kijk, ik heb al natuurlijk blauw aan, maar niet de goede blauw. Voor een politieuniform. Oh, ik ben hier trouwens nog helemaal niet geweest. Je hebt hier gewoon een heel terras, joh. Oh, je kan zelfs omhoog. En je kan vanaf hier naar Bloempark kijken. Eigenlijk wil ik ook alweer een verder kijker, want die heb ik niet meer. Oh, dan kan hier een heli op. Wow, yo, ik ben hier nog helemaal niet geweest. Dit is vet. Kijk dan, je hebt daar die village, je hebt daar Bloomberg. En daar kan je nog Bloempark zien. Maar ja, ik ben hier heel blij mee, maar ik weet... Kijk, oh, ik weet het niet. Kijk, jongens, jullie moeten even met me meedenken, hè. Stel, ik lever deze kogel in bij het politiebureau. Dan kan het zomaar eens zijn dat Jesse Pato gaat arresteren en dan gaat het helemaal mis. Ja, dat is een optie. Dat Pato gearresteerd wordt omdat hij dus wapenbezit heeft. En dat mag niet. En dat hij misschien met gekke ideeën bezig is. Maar als ik het niet doe. Stel, ik lever deze kogel niet in. Dan kan hij gewoon nog verder gaan bouwen met Bloempark. En dingen voor mij doen. En leuke projecten samen doen. En dat vind ik ook leuk. Dus ik kan Jesse helpen. Met bewijs. Of ik kan aan mezelf denken. En Bloempark groter laten worden. En... Met het risico dat er iets slechts kan gaan gebeuren. Zo, ik weet het echt niet. Ik vind dit een hele moeilijke beslissing.
Oh, wat is dit? Waar gaat dit naartoe? Huh. Oh, ik dacht dat ik in één keer een geheime kamer had ontdekt. Maar helaas. Ja, kijk, ik kan het hierin doen. Oeh, ik vind een hele moeilijke keuze, jongens. Ik wil eigenlijk jullie hulp. En dat kan niet op dit moment. Ik kan niet natuurlijk live aan jullie hulp vragen, omdat ik een video opneem. Zouden jullie een reactie willen achterlaten met wat ik moet doen? Ik heb twee opties. 1. Lever de kogel in als bewijs tegen Pato. Of doe het niet. En laat hem lekker doorbouwen met Bloempark en zijn gang gaan. Ik denk dat ik die kogel nog even bij mij hou op zak. Ja. Want ik vind het een moeilijke keuze. En deze keuze moeten we samen doen. Deze keuze moeten we echt samen, moet ik echt samen met jullie doen. Dus moet ik wachten tot deze video online staat. En dan ga ik kijken of ik dit ga inleveren. Ik ga hem dan gewoon voor nu even heel veilig opsluiten. Ik ga hem ook niet op zak houden. Want voor hetzelfde geld val ik één keer per ongeluk dood naar beneden. En dan ben ik mijn bewijs gelijk kwijt. Dus ik moet even een goede kist vinden in mijn bunker. Waar ik deze in kan gooien. Ik denk eigenlijk dat ik hem gewoon in een van mijn 30, 40 kisten doe beneden. Want niemand gaat echt al die kisten afchecken. Dat geloof ik niet. Dus ik denk dat ik dat gewoon ga doen. Dat is misschien het, dat is misschien het slimste wat ik nu kan doen. Zo. Hier, kijk, ik heb hier echt daar heel veel kisten. Daar en daar. En dan doe ik gewoon... welke kist valt niet op? Deze. Dan leg ik hier mijn kogel in. Ik moet onthouden, jongens. Hier ligt mijn kogel in. Ja. En dan kan ik eigenlijk niks anders doen dan nu even de video afsluiten. En gaan wachten op jullie reacties. Ik heb jullie echt op dit moment nodig, jongens. En jullie moeten ook goed nadenken. Niet zomaar iets reageren. Denk er zelf ook goed over na. Dan zie ik jullie in de volgende video weer, jongens.